In de vorige les hebben we onze eigen GIF gemaakt. In deze les gaan we daarmee verder, nog steeds in Photoshop. We gaan twee kleinere opdrachtjes maken. Allereerst gaan we eigenlijk de banner maken die je hier ziet. Dat doen we net als vorige keer met een frame-animatie. Daarna gaan we ook nog oefenen met een video-timeline-animatie in Photoshop. Voor de eerste opdracht kan je dit bestand downloaden. Dat is eigenlijk de basis, zodat we daar wat minder tijd aan kwijt zijn. En het Photoshop-document uh, mag je openen in, um, um, in Photoshop, dus oh ja, gewoon doen door te dubbelklikken. Um, wat jullie nog niet allemaal zien is de tijdlijn, maar alleen het bestand. En wat je ziet is dat het bestand uh, een aantal lagen heeft, een achtergrond. Eigenlijk is dit de echte achtergrond, dan een tekstje en een bepaalde shape, oftewel de pijl. En daar gaan we mee aan de slag.